Het nieuwste volledige exemplaar komt uit 1929. Hoog tijd dat er een nieuwe versie komt van het Groninger woordenboek. Goffe Jensma constateert dat er wetenschappelijk gezien behoefte is aan een nieuwe versie. Er is in de taal heel wat veranderd en dat moet volgens Jensma beschreven worden. Maar wij hebben ook het idee dat het maatschappelijk gezien ook van nut kan zijn. Omdat je het mensen, wat wij gaan doen is de zaak niet zoals vroeger gebruikelijk was uit boeken opschrijven en dan uiteindelijk zeggen van dit zijn jullie woorden Groningers. Nee, we willen het omkeren. We willen met behulp van digitale middelen de Groningers vragen om woorden te leveren. Jensma wil niet het Gronings van een bepaalde streek tot standaard gaan maken. Maar dat je alle dialectvarianten die er in Groningen bestaan, en dat zijn er nogal wat. Er zijn 7 erkende of 8 erkende subdialecten van het Gronings. Dat je die allemaal hun plek geeft in dat woordenboek. En dat kun je doen door digitale middelen zoals apps op smartphones in te zetten of heel veel met internet te gaan werken. Binnenkort wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar onder andere besproken wordt of het woordenboek alleen op internet verschijnt of ook in gedrukte vorm beschikbaar komt. Tijdens de bijeenkomst worden dit soort vragen voorgelegd aan Groningers. Daarna gaan we bepalen hoe we het precies gaan doen, maar daar hebben we natuurlijk al wel een idee van. We beginnen met het maken van, met het beschikbaar stellen van alle oude woordenboeken, dat is, en woordenlijsten, dat zijn er heel veel. En vervolgens gaan we op basis van dat en ander materiaal, ik zal het een beetje kort houden, gaan we digitaal werken, gaan we apps ontwikkelen en gaan we de mensen benaderen. Het Groninger woordenboek is naar verwachting over 4 jaar klaar.